Het zou kunnen zijn dat ik ook iets van orakeltaal ga spreken. Ik hoop het. Zaterdagmiddag werd door het zetten van handtekeningen de overdracht van een replica van het Sint-Elisabeths altaarstuk overgedragen aan het bestuur van de Grote Kerk. Tijdens de overdracht hield ingenieur Paul Visser van de Technische Universiteit Delft een voordracht over de dijkdoorbraken en overstromingen ten tijde van de Sint-Elisabethvloed in 1421 en kwam hij met een aantal nieuwe inzichten over het aantal doden dat te betreuren viel tijdens de overstroming. Serieuze schattingen zijn ongeveer gegeven aan ongeveer 2000 doden. In mythologische geschriften of door mythologische ontwikkelingen zijn er in geschriften ook wel aantallen van 100.000 slachtoffers, dodelijke slachtoffers beschreven. En wij hebben geprobeerd met modellen die aan de afdeling waterbouwkunde van de TU Delft zijn ontwikkeld. En dus zowel een stromingsmodel als met een slachtoffermodel om af te schatten hoeveel dodelijke slachtoffers er in de Sint-Elisabethvloed zijn gevallen. En wij komen in plaats van op 2000, komen wij eerder in de buurt van 100 tot 200. Paul Visser heeft ook een heel andere visie over het ontstaan van de Biesbos, waarvan altijd wordt aangenomen dat die in enkele dagen tijd direct naar de Sint-Elisabethvloed is ontstaan. Morfologisch, waterloopkundig morfologisch, is dat totaal onmogelijk om in een paar dagen tijd een biesbos te laten ontstaan door stromend water. Dat heeft dus tientallen jaren geduurd voordat dat gebied helemaal echt onder water is komen te staan. Het kost gewoon tijd om het materiaal, klei, veen, zand, om dat allemaal door water te laten afvoeren. Dat lukt nooit in één dag of in een paar dagen. Direct na onze nieuwsuitzending volgt in het programma Dit Weekend in Doet een uitgebreid verslag van de overdracht van het Sint-Elisabeths altaarstuk.